Dit schilderij heet De Gezanten. Het is geschilderd in 1533 door Hans Holbein en het is typisch een schilderij uit het begin van de vroegmoderne tijd. Waaraan kun je dat zien? Aan die twee rijk uitgedoste mannen kun je in ieder geval zien dat dit schilderij niet meer in de middeleeuwen gemaakt is. Ze staan er zelfverzekerd bij, zo losjes leunend op een houten uitstalkast met instrumenten en boeken. En het schilderij lijkt daardoor wel een dubbel portret van deze twee heren. Nou, dat soort portretten maakte men in de middeleeuwen eigenlijk niet. Het ging in die middeleeuwse kunst vrijwel altijd over religie. Er werden heiligen afgebeeld. Soms stond de opdrachtgever er op een bescheiden plek bij, zoals op dit schilderij. Maar die niet-wereldse heiligen die moesten centraal staan. Aan het begin van de vroegmoderne tijd dan verandert dat. Dan ontstaat de renaissance. En daarin komt de mens, het individu, centraal te staan. Hier zie je dat letterlijk in de kunst. In deze onderwijseenheid gaan we het eerst hebben over dit verschijnsel, de renaissance. En we gaan vragen beantwoorden als, wat was dat nou precies? Waarom zette men zich toen zo vreselijk af tegen de tijd daarvoor, de middeleeuwen? En welke invloed had die renaissance op de kunst, maar ook op het leven van die tijd? Ook de aanleiding waarom deze twee heren bij elkaar kwamen en zich toen hebben laten schilderen, past goed bij het begin van de vroegmoderne tijd. Het zijn namelijk twee Franse gezanten die naar de Engelse koning zijn gestuurd, omdat die zijn macht enorm wilde uitbreiden. Dat leidde tot een conflict en deze gezanten moesten daarin bemiddelen. Dat soort vorsten, die veel meer macht wilden hebben dan hun middeleeuwse voorgangers, zie je eigenlijk veel aan het begin van de vroegmoderne tijd. Er is zelfs een aparte naam voor bedacht, namelijk vroegmoderne vorsten of nieuwe monarchen. En dat is het tweede onderwerp dat we gaan behandelen, de nieuwe monarchen. We vragen ons af waarom deze nieuwe monarchen eigenlijk meer macht wilden, wat anderen daarvan vonden en wat de gevolgen van hun beleid waren voor de samenleving van toen. Voor een dubbelportret is het eigenlijk wel vreemd dat de twee hoofdfiguren eigenlijk aan de zijkant staan. Die tafel met instrumenten en boeken lijkt eigenlijk centraal te staan. En ook daaruit kun je thema's halen die van toepassing zijn op het begin van de vroegmoderne tijd. Op de onderste plank bijvoorbeeld ligt rechts een opengeslagen gezangenboek. En dat verwijst naar het christelijk geloof, waarbinnen aan het begin van die vroegmoderne tijd een enorme strijd plaatsvond tussen het katholieke leergezag enerzijds en allerlei hervormers aan de andere kant. En misschien is die gesprongen snaar van de luit, die zit er net over de rand van de tafel heen liggen, wel een symbolische verwijzing naar het gebrek aan harmonie in die kerk. Deze kerkhervorming heet ook wel de reformatie en dat is het derde thema. We gaan kijken wat er typerend was voor het christendom in het algemeen in die periode. We gaan kijken waardoor de reformatie is ontstaan en wat daarvan de gevolgen waren. Verder zie je een wereldbol en die zou je kunnen doen denken aan de ontdekkingsreizen, want die moeten we ook in die periode plaatsen. Zij vormen dan ook het vierde thema, de ontdekkingsreizen. Bovenop die uitstalkast zie je tal van instrumenten die toen werden gebruikt om de tijd en plaats te bepalen. Een gevolg van onder andere die ontdekkingsreizen was het ontstaan van een nieuw economisch systeem. We spreken wel over de commerciële revolutie, waarmee het ontstaan van het handelskapitalisme en het mercantilisme worden bedoeld. En dat is het laatste thema van deze onderwijseenheid, de commerciële revolutie. Als we even afzien van de religieoorlogen, die ook nog aan bod zullen komen en waarin veel van die eerder genoemde verschijnselen samenkomen. Laten we die vijf onderwerpen nog eens op een rijtje zetten. De renaissance, de nieuwe monarchen, de reformatie, de ontdekkingsreizen en de commerciële revolutie. Wat hebben die onderwerpen eigenlijk met elkaar gemeen? Je zou kunnen zeggen dat ze alle een kritische houding ten aanzien van tradities en zekere gerichtheid op vernieuwing laten zien. Bij de renaissance was men kritisch ten aanzien van de traditionele middeleeuwse levenshouding en kunst. Nieuwe monarchen hadden kritiek op de traditionele beperkte rol van de middeleeuwse koning. In de reformatie uitte men kritiek ten aanzien van de traditionele Rooms-Katholieke geloofspraktijk. Je zou kunnen zeggen dat men bij die ontdekkingsreizen eigenlijk kritiek had op de traditionele vaarroutes en opvattingen over de grenzen van de wereld. En de commerciële revolutie kan je zien als een periode waarin men kritiek had ten aanzien van de traditionele middeleeuwse lokale gilde-economie. Een ander woord voor die kritische houding ten aanzien van traditie, die vernieuwingsgerichtheid, is modern. En dat komt ons heel bekend voor, want onze samenleving is doorspekt van moderne manieren van denken. Vandaar dat we ook wel spreken over de moderne tijd als we het hebben over de periode van 1800 tot heden. Toch hebben we gezien dat je die houding eigenlijk ook al ziet in de periode daarvoor. En daarom noemen we die periode van 1500 tot 1800 de vroegmoderne tijd.
In die periode zie je dus wel die houding ontstaan, maar het leidt nog niet tot echt moderne samenlevingen met grootschalige industrieën en parlementaire democratieën bijvoorbeeld. Is die ontwikkeling naar vroegmoderne en moderne samenlevingen eigenlijk goed geweest? Ik denk dat velen van ons het prettig vinden dat ze in een moderne samenleving leven. Anderzijds zie je toch ook nog wel eens dat mensen vragen hebben ten aanzien van die moderne samenleving. Zoals, gaat het bij ons niet wat al te veel om geld verdienen, om carrière maken? Gaat die wetenschap soms niet wat te ver als we daarmee ook de wereld kunnen vernietigen of mensen kunnen klonen? En moet er niet meer aandacht zijn voor de spirituele kant van het bestaan? Laten we met deze vragen nog eens terugkeren naar het schilderij, want we hebben aan één opvallend kenmerk nog geen aandacht besteed. En dat is die vervormde schedel onder in het midden. Zo'n vervorming heet een anamorfose. Het is spelen met perspectief. Je kunt hem alleen in de goede proporties zien als je vanuit een bepaalde hoek voor het schilderij gaat staan en een bepaalde lens gebruikt. Er zijn wel meer van dat soort anamorfoses bekend, bijvoorbeeld van Karel de Vijfde. En zo ziet die afbeelding eruit als je hem vanuit de juiste hoek met een lens bekijkt. Als je nou een lijn trekt vanuit de hoek die je nodig hebt om de anamorfose van de schedel goed te kunnen zien, en je neemt vanuit de horizon van het schilderij dezelfde hoek naar boven, dan valt je nog iets op, namelijk dat linksbovenin een kruisbeeld van Christus achter het gordijn vandaan komt. Een wetenschapper heeft zelfs beweerd dat de zonnewijzer op de tafel precies de datum aangeeft van Goede Vrijdag 1533 en dan ook nog om 4 uur 's middags, dus het moment dat Jezus gestorven zou zijn. Wat wil dat nou allemaal zeggen? Deze symbolen lijken erop te wijzen dat het eigenlijke thema van het schilderij niet de gezanten zijn, maar de ijdelheid van de mens, de vanitas. Schilderijen met een schedel, die eigenlijk vanitas schilderijen zijn, zie je namelijk wel vaker in deze periode. Vanitas schilderijen willen de mensen erop wijzen dat je niet te veel gericht moet zijn op aardse zaken, maar op het spirituele, op het hiernamaals. Anderzijds kun je op dit schilderij die doodskop pas goed zien als je toch weer gebruik maakt van de verworvenheden van de menselijke wetenschap, namelijk het perspectiefje schilderen en het gebruik van een lens. De schilder lijkt dan ook met het vanitas thema gespeeld te hebben. Hoe dan ook, ondanks alle nadruk op de rijkdom en de positie van deze twee heren en op de verworvenheden van kunst en wetenschap op dit schilderij, appelleert de schilder eigenlijk aan hetzelfde soort gevoelens en vragen die ons soms nu ook bezighouden als we het over onze eigen moderne samenleving hebben. Wij maken er alleen niet meer dergelijke voorstellingen van, hoewel de maker van deze foto, die ik op het internet vond, toch een aardig eind in de richting is gegaan. Je ziet onze moderne gereedschappen, wetenschappelijke instrumenten, muziekinstrumenten en ook die doodskop is er nog bij. Nou ja. Hopelijk zal het vaker voorkomen dat stof uit de onderwijseenheden vroegmoderne tijd raakt aan thema's of vragen die ook ons vandaag nog bezighouden. Want wie de vroegmoderne tijd onderzoekt, kijkt namelijk eigenlijk naar de wortels van onze tijd en kan daarover dus aan het denken worden gezet. Het leggen van verbanden tussen verleden en heden kan niet alleen voor jezelf interessant zijn, het is ook onontbeerlijk voor een goede geschiedenisleraar. In deze onderwijseenheid gaan wij proberen om je vakinhoudelijk goed voor te bereiden op het geven van geschiedenisonderwijs over de vroegmoderne tijd. Ten slotte wil ik nog even aandacht besteden aan de plaats van deze onderwijseenheid ten opzichte van de andere onderwijseenheden over de vroegmoderne tijd. Bij de vroegmoderne tijd kijken we naar de periode waarin de kritische houding ten aanzien van tradities ontstond. Die vroegmoderne tijd wordt in de volgende onderwijseenheden behandeld. De vroegmoderne tijd 1 van 1500 tot 1650, Renaissance, Reformatie en Ontdekkingsreizen. De vroegmoderne tijd 2, 1650-1750, over staatsvorming en wetenschappelijke revolutie. En vroegmoderne tijd 3, 1750-1815, over verlichting en revolutie. Maar in deze onderwijseenheid richten wij dus ons alleen op het begin van die periode van 1500 tot 1650.